welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een super goedkoop paletje testen van de HEMA. Ik was een beetje aan het rondhangen op YouTube en toen zag ik bij mijn lieve YouTube vriendinnetje Celine dat ze een video had geplaatst waarin ze dit paletje testte. En ik dacht bij mijn eigen, oh mijn god, wat een leuk paletje. Ik wil die ook heel graag testen. Dus vandaag ben ik hier bij jullie om dit paletje ook te gaan testen. Bij Celine ging het allemaal niet zo goed. Dus ik heb niet echt hoge verwachtingen, maar we will see. Misschien vind ik het wel goed of werkt het voor mij wel beter of whatever. We will see. Ik heb vaker HEMA make-up getest. Een aantal producten zijn goed, een aantal producten zijn slecht. Het is een beetje 50-50 met HEMA. Af en toe is het gewoon heel goed en af en toe is het gewoon echt crappy. Het is wel altijd super betaalbaar, dus dat is wel top. Maar omdat het dus allemaal heel betaalbaar is, zitten er ook gewoon heel vaak wat slechtere producten bij. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan dit paletje reviewen. Vind je het nieuw leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb me al helemaal opgemaakt. Zoals je kunt zien, letterlijk mijn hele gezichtsmake-up is al gedaan. Want obvious hoef ik daar vandaag niks mee te doen. Want we gaan ons echt richten op dit paletje. En dit is dan het paletje. Dit is een 10 euro oogschaduwpaletje van HEMA. En het ziet er echt heel erg mooi uit. Het is best wel een kleurrijk paletje. Dit is echt wel een paletje die mij qua kleuren en zo best wel aanspreekt. En wat mij gelijk opviel toen ik dit paletje zag, was dat het heel erg veel lijkt op het NYX Ultimate Bright paletje. Volgens mij heet het ook allebei Bright. Ja, deze heet ook Bright. En dit is het Brights paletje. Dus ook de namen komen gewoon overeen. Dus ik denk dat ze een beetje inspiratie hebben gehaald uit dit paletje. Want dit lijkt echt super veel op elkaar. Zelfs gewoon de verpakkingen en alles lijken heel erg op elkaar. Alleen wat me al gelijk opvalt is dat dit paletje veel meer eruit springt. De kleuren zien er al gelijk veel feller uit en veel kleurrijker uit. Terwijl dit paletje er een klein beetje dofjes uitziet. En dat vind ik wel een beetje jammer. Want als je zo'n kleurrijk paletje hebt, wil je wel dat de kleuren er echt uitspringen en er niet helemaal zo dofjes uitzien. Dus je ziet al wel gelijk dat verschil. Dit paletje van NYX Cosmetics is echt amazing. Ik heb deze echt al 2 jaar of zo. Ik heb hem al super vaak gebruikt. Dus als je toevallig op zoek bent naar een heel heftig kleurrijk paletje, dan raad ik dit paletje al zeker aan. Een groot verschil tussen deze twee paletjes is wel is dat deze kleuren bijna allemaal glanzend zijn en deze kleuren zijn allemaal mat. Als ik er zo naar kijk, lijk ik te zien dat alleen maar deze kleur hier en deze twee kleuren hier mat zijn, dus slechts 3 kleuren. En bij alle andere kleuren zie ik een glansje er doorheen. Dat vind ik wel jammer. Ik had liever gezien dat er wat meer matte kleuren in zaten voor in mijn arcadeboog en zo. Maar goed, het is nou eenmaal gewoon wat het is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even een paar kleuren swatchen. Ik ben niet echt van de oogschaduw swatches. Ik vind het altijd een beetje onzin, want eindstand, wat heb je er nou aan? Maar toch ben ik gewoon benieuwd naar hoe de kleuren aanvoelen en dat soort dingen. Ik ga denk ik een aantal kleuren die op elkaar lijken in beide paletjes naast elkaar swatchen. En dan kunnen we zien, ja, wat het verschil is. Oké, jongens, ik heb een aantal kleuren geswatcht die in beide paletjes overeenkomen ongeveer. En de swatches zijn op zich wel oké. Ze zijn een klein beetje magertjes. De rechterkant is de HEMA kant en de linkerkant is de NYX kant. Het valt wel echt op dat de NYX kant dus veel felder is, veel heftiger, veel meer pigment. De HEMA kant heeft ook wel wat pigment, alleen het kostte wel een extra paar laagjes om het zo heftig te maken. Dus die swatches zijn een heel klein beetje mager. En uiteindelijk was het wel opbouwbaar. Dus na een aantal laagjes zag het er gewoon wel goed uit. Het voelde ook gewoon best wel gewoon oké aan. Het was niet heel poederig. Af en toe heb je bij paletjes dat als je erin gaat met je vinger of met een kwast, dat het gewoon bijna helemaal uit elkaar valt en helemaal gaat brokkelen en zo. En dat deed dit paletje helemaal niet. Zoals je kunt zien is hij nog echt in goede staat. Het is helemaal niet raar uit elkaar gevallen of whatever. Dus ik moet zeggen dat de swatches beter zijn dan dat ik had verwacht. Maar alsnog wel gewoon een klein beetje magertjes. Oké, nou dan is het gewoon nou tijd om ze te gaan gebruiken. Ik ga voor het ene oog het HEMA paletje gebruiken en voor het andere oog het NYX paletje. En dan gaan we zien of we 2 looks kunnen maken die precies op elkaar gaan lijken. Oké, ik heb echt nog geen idee wat voor look ik ga maken. Op zich, er zijn echt genoeg kleurtjes voor een heleboel looks. Maar ik wil dus per se dat het overeenkomt met dit paletje. En niet alle kleuren komen met elkaar overeen. Dus ik wil echt kleuren gebruiken die er zijn in allebei de paletjes. Dus dat limiteert maar wel een heel klein beetje qua ooglooks. Ik ga in ieder geval eerst beginnen met de HEMA kant. Dus de rechterkant. En toen ik dit paletje aan het bestellen was op de HEMA website, zag ik dat ze ook een oogschaduw primer hebben. Dus ik heb ook die besteld. Dus die ga ik ook gewoon eventjes proberen. Die heb ik nog geen enkele keer gebruikt. Dit is de eerste keer. Oh, het is zo wittig. Ik ga beginnen met de matte kleur hier. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die breng ik dan aan in mijn hele arcadeboog. Wauw, dit is wel een hele mooie, beetje rozige paarse kleur.
Dan pak ik de iets fellere roze kleur. En die breng ik dan ook zo aan in mijn arcadeboog. Dan pak ik deze wat donkerdere paarse glanzende kleur. Ik vind het jammer dat die kleur glanzend is. Ik had gewild dat die mat was. En deze breng ik aan in de buitenste hoek. Ondanks dat die glanzend is, ga ik hem toch uitblenden in mijn arcadeboog. Die kleur heeft een heel klein beetje fallout, maar het is echt heel minimaal. Het is niet heel veel of zo. En dan ga ik in met deze blauwe kleur. En die ga ik aanbrengen op mijn ooglid. Het lijkt een beetje een hele random combinatie, zodat roze en blauw. Het leek me wel gewoon heel apart en leuk. Nou, hier komt echt bijna geen pigment vanaf. Als je het zo indrukt, dan zie je wel wat pigment. Maar zodra je het gaat uitblenden, blendt het eigenlijk gewoon een beetje weg. Dan ga ik die roze kleuren en paarse kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze hele lichte witte kleur. Die kleur heeft ook een heel klein beetje een glans erin. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek om het een beetje te verlichten. Nou, daar komt ook echt geen reet van af. Ik ga proberen om weer iets meer van dat blauw terug te brengen, want het is letterlijk gewoon helemaal weg na één keer blending. Oké, ja jongens, kijk even dit. Nou is het helemaal blauw, zoals je kunt zien. Gewoon lekker fel en alles. En letterlijk één keer blenden. En het is gewoon weg. Zie je dat? Het blendt gewoon letterlijk weg. Zo valt ook hier een beetje in mijn binnenste ooghoek. Nou, ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Want het wordt er niet echt beter op of zo. Maar dit is dus voor nu de hele look. Wat vinden we ervan, jongens? Ik vind het roze op zich wel mooi. Maar ja, het is wel een beetje een crappy ooglook, hoor. Het is helemaal niet goed gepigmenteerd of zo. Het is ook niet heel goed geblend. Zoals je kunt zien heb ik hier nog steeds zo'n best wel een harde lijn. En ik heb daar echt geblend. Ik kon daar niet meer blenden. Want als ik meer zou gaan blenden, dan blend ik het helemaal naar buiten. En dat willen we ook weer niet. Dus ik heb het gewoon gelaten voor wat het is. Maar ja, dit is het dus. Nou ga ik precies deze look ook maken bij het andere oog met het NYX paletje. En nou ga je echt goed het verschil zien. Ik ga beginnen met deze kleur hier. Ik zei net dat alle kleuren in het paletje mat zijn. Maar nu ik er zo naar kijk, is dat helemaal niet waar. Want deze rode kleur heeft een beetje glans er doorheen. Deze een beetje groenige blauwe kleur ook. Dus een aantal kleuren hebben een klein beetje een glans. De kleur die ik nu ga gebruiken is gewoon mat. Die breng ik ook weer aan met mijn Zoeva kwast. En jongens, dit is mijn moeilijke oog. Hè? En jullie gaan zien dat ondanks dat dit mijn moeilijke oog is die er normaliter slechter uitziet, er vandaag beter uit gaat zien. Dan ga ik in met deze felle roze matte kleur. En die breng ik dan ook een klein beetje aan in mijn arcadeboog om het heel fel roze te maken. Dan pak ik deze paarse matte kleur. En die ga ik dan ook aanbrengen in de buitenste ooghoek. Dit paletje heeft een aantal blauwe kleuren, maar geen enkele blauwe kleur lijkt echt precies op deze blauwe kleur. Dus ik ga deze kleur hier en deze kleur hier met elkaar mixen. En dan creëer ik gewoon die kleur. En dan breng ik die blauwe kleur ook weer hier aan op mijn ooglid. En dan ga ik hier ook weer nou zo die blauwe kleur uitblenden. En dan ga je zien dat het gewoon op zijn plek blijft. Kijk, ik blend nou hier bij de rand. En kijk. Het blijft gewoon blauw. Dat is wat we willen zien, jongens. En dan breng ik weer een klein beetje van die paarse kleur hier opnieuw aan. En dan blend ik het in met die blauwe kleur. Ook hier ga ik de roze en de paarse kleur aanbrengen op de onderste wimperrand. Dit paletje heeft helaas geen enkele witte lichte kleur. Dus ik pak even weer mijn HEMA paletje en dan weer deze lichte witte kleur. En dan ga ik die ook aan deze kant aanbrengen in de binnenste ooghoek. Nou jongens, dit is dan de NYX Cosmetics kant. Kunnen we even het verschil zien met deze linkerkant en deze rechterkant? Dit is dus de look waar ik voor ging met deze rechterkant. Nou, ik hoef jullie denk ik het verschil niet eens meer uit te leggen. Je kunt het gewoon heel goed zien. Qua pigmentatie mis ik hier gewoon heel veel pigment. En je kunt ook zien dat hier alle kleuren een beetje in elkaar mengen. En dat doet het hier niet. Alle kleuren blijven echt apart. Je kunt hier echt zo het roze zien en dan hier het paars, hier het blauw. Terwijl hier is dat niet. Hier zit dus een paarse kleur en hier roze kleuren, maar het lijkt gewoon alsof het gewoon allemaal één grote kleur is. En laat me niet eens beginnen over deze blauwe kleur die er bijna niet eens zit. Dus kijk even hoe heftig en fel deze kant is en hoe magertjes deze rechterkant is. En dan kun je misschien zeggen van Sarah, misschien is het helemaal niet de bedoeling van dit paletje om heel heftig en heel bright te zijn. Maar dit paletje heet letterlijk bright. En bright is in het Engels fel. Dus het moet gewoon fel zijn. En het is echt totaal niet fel. Het lijkt gewoon bijna op een pastelpaletje. Dus kijk even dit verschil. Ja.
Als je dit oog niet zou zien, zou je misschien nog denken van, oh, het ziet er allemaal nog best wel gewoon oké'tjes uit. Maar dan als je dit ziet, dan denk je echt, oké, zo hoort het dus. En dit is dus de reden dat ik dus dit paletje wilde reviewen met het NYX paletje. Zodat ik echt goed het contrast kon laten zien van goed en slecht. Want ik had al wel een beetje in mijn hoofd dat dit paletje niet echt heel goed ging zijn. En dat is ook echt gebeurd. Nou, ik ga eventjes mijn ogen afmaken en dan kom ik zo bij jullie. Nou, we zijn uitgezoomd. Ik ben helemaal klaar met de make-up. De nep wimpers die ik op heb zijn TL4 Faux Me Lashes van Tati Lashes. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb MAC Lip Pot Lotion in de kleur Sour op en de NYX Intense Butter Gloss in de kleur Trelash of zoiets. Dit zat in zo'n NYX Cosmetics kit. Nou, ik denk dat het van een afstandje ook gewoon heel erg opvalt dat deze kant veel heftiger is dan deze kant. Ik ben echt altijd pro betaalbare make-up. Er zijn echt een heleboel betaalbare make-up producten die echt super goed zijn. Maar this ain't it. En het paletje is 10 euro. Ik heb 10 euro paletjes van bijvoorbeeld Makeup Revolution die echt super goed presteren. Gewoon even goed als dit paletje. En ze zijn gewoon even duur als deze. Dus ja, jongens, dit kan gewoon echt niet. Ik raad dit paletje gewoon echt absoluut niet aan. Als je toch zo'n soort paletje wilt en deze kleuren, betaal gewoon ietsje meer en haal dit paletje van NYX Cosmetics. Het is niet eens zoveel duurder. Dus ja, deze raad ik zeker te weten aan. Nou jongens, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel erg leuk om te maken. Als er nog andere make-up producten zijn die jullie graag willen zien op mijn kanaal, laat het me weten beneden in de reacties. Gewoon losse producten of hele collecties. Of wat ever. Laat me gewoon eventjes weten wat jullie allemaal willen zien, want ik ben altijd op zoek naar leuke video-ideetjes. En zoals altijd hoop ik dat ik weer vandaag een beetje een lach op jullie gezicht heb kunnen brengen en een beetje heb kunnen afleiden van de moeilijke omstandigheden waar we allemaal in zitten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!